Zij is historicus. Oh, jullie waren klasgenoten? Nee joh, nee joh. Ze is een miljoen jaar jonger dan ik. ik. Moet wel oppassen met die miljoenen jaren, maar zij is aanzienlijk jonger dan ik, laat ja. ik het dan zo zeggen. En, en zij organiseert een congres met Wiersma? Ja, want zij is voorzitter van zo'n zo zo typische commissie uit het onderwijsland. In dit geval van het onderwijs, praktische onderwijs. Precies. En ze had mij uh, eventjes we hadden elkaar aan de lijn, want Wiersma stond natuurlijk gisteren in de krant met die, ja. Uh, dat die uitflipt. Ja, ja ik, ik zal waarschijnlijk niet mogen zeggen dat, <laughs> dat Wiersma ook bij Nicole niet populair is. Maar hij moet natuurlijk moet dit niet zeggen. Nou ja, maar hij komt niet. Dat was dus waarom ja, we elkaar dat, aan de lijn hadden. Ja. En dat had waarschijnlijk te maken met dit stukje ook in de krant. Oh, dat zou kunnen. Dat heb ik nog helemaal niet eens overwogen, zelfs dat dat zo zou kunnen zijn. Want hij zou naar dat congres komen, want dit is een congres en het hele idee van het slot van het congres is dat wij met z'n tweeën eigenlijk een soort podcast maken ja. over onderwijs. over niet alleen praktijkonderwijs, maar onderwijs in bredere zin. Wat is er mis met ons onderwijs? Kan het beter met ons onderwijs? Nou ja, maar dat soort van vraagstukken. Wat een stuk, althans ik weet niet of jij ook dacht, oh wat leuk, maar ik dacht... Wat leuk, ik vind het altijd fijn om iets over onderwijs te Is zeggen. Het altijd interessant. Omdat ik mezelf wel zie als een soort deskundige op onderwijsgebied, maar een heel beperkte zin natuurlijk. Dat ik mijn hele leven onderwijs heb gegeven. Ja. Eh, vanaf dat ik eh, in, in dienst had bij de universiteit heb ik onderwijs gegeven tot, uh, tot de laatste week dat ik daar zat. Mm. Ik had wel zin om die Wiersma, want die zou dan daarvoor ook komen en dan zouden we Ja, dan precies. Dan zou een, een soort van interviewtje zou kunnen plaatsvinden. Ja, en ik heb hem wel eerder een keer ontmoet, een hele aardige kerel. En ook zijn team had hij bij zich. En er waren allemaal mensen die zeiden, ja, we luisteren altijd naar die podcast. Maar hij komt dus nu niet, dus dat is wel jammer. Ja, daar gaan we dus kritisch over spreken dat hij hem wel beloofd had te komen, maar dat hij dat dus uiteindelijk niet doet. Snap je het? Dat hij maar, zegt. Ja, en die konde ik ook hartstikke pissig over was, want hij had dat congres zo georganiseerd. Hij had allerlei toezeggingen gedaan, en, en die maakte hij tenslotte niet waar. Nee, jammer. Want uh, hij had dat prima. Uh, ja, het zijn congres eigenlijk, met, uh, met de achterban die daar komt. Maar goed, wat vind je van dat hij zo in het nieuws is? Nou, dat vind ik, uh, lijkt mij voor hem een hele treurige zaak. Aangezien, ja, je kunt daar maar één conclusie uit trekken... dat hij feitelijk niet geschikt is voor de betrekking die hij vervult. En dat is natuurlijk nogal zwaar. Ik bedoel, wat, wat hij vertoond heeft, is, is nogal kinderachtig wangedrag. Wat ik gauw zou, psychologie, ik geef het er toe... geneigd bent te leiden tot een soort van... Nou ja, dat het hem net iets te veel is, dat hij, dat hij iets boven zijn macht moet tillen... word je dan je geïrriteerd en... Ah, je schreeuwen en geef je natuurlijk alle andere mensen de schuld van datgene wat je zelf niet goed kan. Maar ik vind het wel een, een, vrij, een vrij ernstig vertoon van psychische armoede als je zo omgaat met je, met je personeel. Dat kan het niet gebeuren. Zeker in het eerste jaar, alles nieuw, druk. Nou stress. dan nog? Ik, ik vind dat dat absoluut niet kan. Echt niet. He? Stel voor dat je het eerste jaar... Wanneer, wanneer zijn wij begonnen? Ja, ja, dat weet ik al niet meer. Jaren geleden. Ja, jaren geleden. Maar goed. Stel voor dat ik je het hele eerste jaar... ...had voortdurend uitgevoetend. Had gezegd, je, dat verdomde kutautootje. Kan dat niet dat anders? Kunnen een niet de nieuwe bestellen? En dan die stomme opmerking. Dat is toch... Ik bedoel, je voelt toch zelf aan hoe, hoe klungelig dat eigenlijk is. Wat je, wat je daarmee eigenlijk ook jezelf... Tekort doet in je functie. Ja. Want je begrijpt dat die ambtenaren onder elkaar zeggen: Ja, die wie is maar, daar moet je mee uitkijken. Ja. He, daar, gaan we, daar gaan we voorzichtig mee om, daar moeten we op eieren lopen. Dus dat betekent dat het, het hele functioneren, per slotverrekening is het toch een soort team, neem ik aan, dat dat hele functioneren van dat team natuurlijk droog komt te staan. Maar die ambtenaren moeten toch ook wel een beetje tegen een stootje kunnen? Dat wel, maar om nou elke dag uitgejouwd te worden door je, door je eigen minister, is natuurlijk verdomd vervelend. Eh, nou ja, zo vervelend dat het, ken ik, de achterklap eh, besloten had. Eh, we gaan dat aan de grote klok hangen. En er waren ook mensen weggegaan. Nou, kijk eens aan. Dat, je, hè, dat jij ook na een half jaar had gezegd, je kunt de pot Doei. op. Ik doe het niet langer. Dat is toch het... het, het ja, het is, het is een, uh, ja, ik vertrag ik, ik, ik steeds te vermijden dat het woord testimonium paupertatus, omdat het zo deftig klinkt. Maar het is een signaal van psychische armoede en, en tekortschieten. Dus ja, ik vond het eerlijk gezegd vrij ernstig. Ik vind dat jij nog heel mild bent van, ja, het eerste jaar, hij is nog jong, uh, weet nog niet hoe het gaat allemaal, kom op. Hij moet toch ergens al ervaring hebben opgedaan in de gemeenteraad of weet ik veel waar. Ik vond het echt jammerlijk dat de minister zo misdraagt. Wie is eigenlijk de baas van de minister? Is dat Rutte? Nee, 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 de baas van de minister is het parlement. Nee, nee, we hebben een systeem waarin de minister persoonlijk verantwoordelijk is ten opzichte van het parlement. Het is niet zo bij ons dat Rutte kan zeggen: zeg wie is maar, ik lees in de krant dat je je niet gedragen hebt. Flik hem maar op, zoek een andere betrekking. Nee, zo werkt het in Nederland niet. Het parlement kan hem naar huis sturen. Ja, nee, wacht nou eens even, maar die kan echt niet. En daarna nou, neem je een motie van wantrouwen aan. Dat zullen ze niet doen en dan dan. Die, Nee, dat zullen ze niet doen. En bovendien wordt hij dan natuurlijk door de coalitie uit de wind gehouden. Maar dat, dat is de manier om de minister te laten verdwijnen. We hebben, en in Engeland ligt dat heel anders. Dat bepaalt de premier minister of jij mag, daar mag zitten, ja of nee. Ja, want er werden allemaal vergelijkjes getrokken met de wereld draait door. Maar natuurlijk daar boven nog leidinggevenden zitten die hadden kunnen ingrijpen. Ja, maar die grepen natuurlijk helemaal niet in bij de Wereld wereldraad door en iedereen weet waarom. Omdat het programma ongekend succesvol was. Dus ze dachten, weet je wat, uh, hè? dit zien we door de vingers. Ja. We zullen het wel zien wat schepstrand. Dat is toch zo'n beetje zo, ja. zoals zulke dingen werken. Klopt. En zeker in Hilversum, een van de minst. Weet je het ook alweer, dat dat. dat een van de minst doorzichtige systemen waar ik ooit kennis mee ja, heb gemaakt. Een beetje een vervelende slangenkabel. In, in, in heel is, is nooit duidelijk wie wat te vertellen heeft en waarom eigenlijk. En ze ontkennen ook altijd alles dat ze ergens iets over te vertellen hebben, maar wie het dan wel is. Dat, dat nee. blijft voorkomen duizend. En dat gekonkel achter elkaars rug. Ja. Nou ja, met name die ongelukkige en natuurlijk dat ongelukkige doen met die, eh, weet het, met die, met die zenderbazen. Ja. Die natuurlijk uit, zo blijkt in de praktijk vrijwel al machtig zijn zonder dat ze door iemand gelegitimeerd zijn natuurlijk. Ja. Dat is een hele rare toestand, maar zo is het wel. Jurre Bosman wordt altijd genoemd hè, als de grote baas van de radio waarvan iedereen zich afvraagt waarom zit die man op die plek? Ja, ik weet niet eens wie het is. <laughs> nee, oké. Okay. Ik heb heel weinig verstand van de radio. Maar, maar ja, Frans Klein moet... bij de tv, maar die is nu even op non-actief gezet. Ja, als je mij had gevraagd wie is de baas van de wereld, draait door ja, en. en ik had nooit van Frans Klein gehoord tot zich dat drama voordeed. Dat maar ik, je niet. ik weet. Je ja. hebt hem toch al een keer gezien ergens? Nee, niet dat ik weet. Nou, misschien was hij er wel, maar hij heeft niet tegen mij gezegd: Ik ben Frans Klein. En jij moet voorzichtig zijn, ventje. <laughs> Zo is het niet. Nou, hij is toch vrij herkenbaar met zijn olijke gezichtje en zijn brilletje. Oh, nee, ik, nogmaals, ik zag hem voor het eerst in het, in het DWD-drama. Ja. Zou hij nou ook echt op non-actief staan of uh, toch nog een beetje achter de schermen mee? Uh... Ja, ik heb geen flauw idee. Normaal zijn er weinig, zo weinig transparante werelden als de wereld van Hilversum. Ja. En dan vind je Wiersma heeft wel zijn excuses aangeboden. Hij heeft wel gezegd... Nou, uh... dat is dan passend, maar nu moeten ze zich wel verdomd goed gedragen de komende jaar. Want je weet dat dit, uh, dit is typisch gedrag wat, waar, waarbij men makkelijk in herhaling valt. Ja. He? Maar Rutte dus slaat ook met de deur. De, de deuren. echtgenoot die fantastisch die is als die boos is. die, die zegt altijd weer dat hij het nooit meer zal doen. dat is hij het helemaal vergist heeft. maar dat gebeurt altijd weer. Dat, dat, dat is toch een signaal van, van een hele beperkte agressiecontrole. Okay. Je sluit niet uit dat hij in herhaling valt. Zeker niet, zeker niet. Nee. Ik denk dat dat eerlijk gezegd wel op zijn weg zal liggen. Een heet hoofd. Maar Rutte doet dat ook, hè? Die slaat ook met de deuren. Dat heb ik begrepen, ja. Maar daar hebben we, we hebben nooit klachten gehoord over Rutte. We hebben wel gehoord dat hij dat doet. Maar dan schijnt hij meteen op die Nokia op te bellen. van dat hij verschrikkelijke spijt heeft. Ja. En omdat hij natuurlijk wel toch een klein beetje de baas is. Zullen ze daar wel iets voorzichtiger mee omgaan? Ja. Maar ik zou niet met ze willen ruilen, hoor. Allemaal die, uh, die types daar in het kabinet. Is toch een ik enorme de baas. Ik heb baan. helemaal geen politieke ambities, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dat we zeggen, ik heb wel politieke ambities, maar dan heb ik ook alles altijd te vertellen. Dus dat ligt dan in de orde van dictatuur en aangezien ik daar ook tegelijkertijd weer tegen ben, komt er dus niks van.